twee knopjes naar boven en naar beneden. Maar vooraleer dat we dit doen, gaan we eerst een hoofdschakelaar aandoen. Deze staat daar en dan pas kan je. Als je naar omhoog doet, achteraan gaat hij automatisch open gaan. Zo komt je afval eruit. Ja, dus nu staat hij volledig naar boven. En als je afval eruit is, kan je terug naar beneden gaan. Dus nu is die volledig terug naar beneden. Nu gaan we het bakje mooi terugkoppelen. De hoofdschakelaar afzetten.